zodat er ruimte is voor Diawara, voor Dirks misschien. Of in de tweede zone voor Bangura. Die heeft uiteraard ook de lengte. Komt die bal van Geuses. Oeh, en dan wil hij dat verrassen toen. En Ortola laat zich bijna verrassen. Dat was het geluid van het aluminium. En Fraser. Maar het is opnieuw balbezit voor de mannen uit Limburg. Met Stales die weer moet gaan spurten. Zo net de inspanning naar voren gedaan. En nu verdedigen bij Gods. Laat hem niet schieten. En Gods met alweer een doelpunt. Laat hem niet schieten. Maar dat doet Alessio Stales wel. En dan is Ortola eraan voor de moeite. Mika Gods die gaat gewoon door waar hij vorige week mee bezig was. En dat is lekker doelpunt te maken. Is er tegenvoets dan aan voor de moeite. Tweede doelpunt van het seizoen. Krijgt nog een deviatie. Die bal wordt nog lichtjes aangeraakt daar. Het wordt Janssens. En die bal gekopt. En dan komt hij nog niet van doel. Quintero! Theo Quintero. Ze doen het ook. Ze puren er het maximale uit in Barcelona. En hier goed voor de 2-1. Dankjewel, zegt Quintero. En dan is het Schuurmans die nog even opspringt om die bal zeker niet tegen te houden. Daar was ook een klein... Heel ver gezet die bal. Opgepikt door Ed Taibbi. Gaat meteen terugkomen. En dan moet die bal daar eens blijven hangen, denken ze dan bij Genk. Bangura! En die wordt in buitenspel. Ja, die wordt in buitenspel binnen gedevieerd. Dat was meteen duidelijk. Nieuwe hoekschop en binnengekopt. Dat is de 2-2. Diawara. Maar. Hij scoort net als vorige week weer. Daar komt hij aan. Daar is helemaal niks mis. Daar ligt er wel eentje van Deinze. Ook daarom dachten we dat dit doelpunt misschien geannuleerd zou worden. Eerste hoekschop. Daar komt die bal en binnengezet. Het is weer Quintero. Het is weer Theo Quintero. Hij wordt de held van de avond. Deze keer wel met de kop. Deze keer is het wel zijn lengte die hij kan uitspelen. 1,88 meter. Ze kan die kopbal van Quintero niet uit het doelvlak houden. Ook al staat hij daar aan de paal. Ook al is hij daarvoor daar neergezet door Leijsen. Maar... En die wissel komt er niet meer, want dit was het eindsignaal van Théophile Dischuyve. Hele leuke partij gezien, al zullen de jonge Genkies daar iets anders over denken.